Welkom bij de HCSS-podcast. Mijn naam is Tim Zwijs. In deze serie spreken we met denkers en doeners van de nieuwe generatie over de toekomst van de landmacht. We buigen ons over thema's als hybride conflict, robots en kunstmatige intelligentie en het menselijk domein. Centraal staat de vraag: hoe moet de Landmacht inspelen op het veranderende karakter van gewapend conflict? En welk steentje draagt mijn gast hieraan bij? Vandaag de gast, Major Sander Donker. Sander werkt bij de afdeling Strategie en Plannen en heeft bijgedragen aan de nieuwe visie van de Landmacht. Sander, welkom. Dankjewel. Ja. Sander, we liepen hier net de trap op basis 6 en jij vertelde me dat je eigenlijk uit een rood nest komt. Wat ik heel <laughs> grappig vond, want dat is niet per se een voor de hand liggende combinatie. Dat je een, een officier bij de landmacht bent en uit een rood nest komt. Ja, dat klopt, ja. Het is ook best bijzonder uh, dat ik inderdaad militair ben geworden. Vrij uh, socialistisch uh, georiënteerde familie. Maar uh, nou, nee, ik denk, uh, ik kom natuurlijk uit een andere tijd. Ik denk het inmiddels wel veel veranderd is. Um, ja, dus ook voor mij, Ik heb dat, dat gevoel had ik helemaal niet zo. En ik wou avontuur, nou dan ga je, ga ga je het leger in. Nice. Ja. Nou, en ik heb ook ja. het idee dat de laatste ja, bijna twintig jaar... misschien na 9-11, na 2001... de perceptie van in elk geval de militair heel erg veranderd ja. is. Heb nou, jij dat ook? Ja, nou, als ik kijk naar mijn eigen thuisfront. Die waren natuurlijk uit de tijd van het gebroken geweertje. Tijd van uh, de bom, protesteren tegen de bom. Uh, vooral uh, de dienst ontwijken. Mm. En sindsdien zijn we overgegaan naar een beroepsleger. Zijn we overgegaan naar de vredesmissies, expeditionaire missies. Um, ja, dat is een heel andere situatie. En ik merk dat bij mijn ouders ook, vooral thuis, heel veel waardering over de militair van nu. Ik denk dat het in veel huizen zo is. Kijk... Ja. Hey, Sanne, nou iets, iets over je achtergrond. Um, kun je iets vertellen? Je bent in Afghanistan geweest meerdere keren. Uh, ik ben één keer in Afghanistan geweest, twee keer in Irak. Ja. Uh, ik heb eigenlijk een hele operationele uh, carrière tot nu toe. Um, hey, ik zie uh, luchtmobiel. Luchtmobiel ben ik geweest, uh, hem, uh, gepanzerde infanterie, uh, uh, Petonscommandant geweest, Compiescommandant. hoofdoperatie bij een bataljon. Uh, ik heb ook op het land training center gewerkt, uh, lesgeven is dat. En, uh, je hebt vooral wat je hebt geleerd overdragen, heel leuk. leuk. Um, en, en nu doe... werk ik uh, ja. uh, bij uh, uh, de afdeling Strategie en Plannen in uh, Utrecht. En dat is eigenlijk een beetje de, de denktank van klas. Jij werkt ook met een denktank? Ja, zo, <laughs> ja, zo, zo, zo lang we dat mogen noemen. Mooi zo. Ja. Hey, en wat doe je daar nu precies? Uh, je was bezig met operationeel kader. Ja, het right? is, uh, is heel verschillend. Uh, aan de ene kant zijn we gewoon bezig met, uh, met projecten, uh, uh, proberen uh, uh, kleding te regelen, uh, nieuwe wapens te regelen. Mee te werken aan grote projecten die hier in Den Haag uh, lopen. Mm -hmm. um, en voor de rest zijn we ook bezig, inderdaad, met het schrijven van nieuwe concepten van eigenlijk hoe zien we de landmacht voor de komende 10, 15 jaar. En uh, want het is heel belangrijk natuurlijk om vooruit te kijken. Want dan weet je ook namelijk wat je nu in werking wil zetten. Aan ontwikkeling, aan kennisproductie, maar ook aan gewoon spullen die we willen hebben. Mm. Als je nou, kijkt naar een soort van die veranderende conflictomgeving. Nu, morgen, overmorgen. Je noemt ja. zelf de komende 15, zelfs 15 jaar. Ja. Wat zijn voor jou dan hele belangrijke elementen daarin? Nou, er zijn wel een aantal dingen aan het veranderen, denk ik. We hebben de afgelopen twintig jaar hebben we vooral besteed aan expeditionaire missies. Um, maar eigenlijk zien we dat vooral China en ook Rusland. Die zijn wel een bepaalde kant aan het opgaan. Um, en wat zien we dan? We zien veel meer cyber. We zien Lange afstandsraketten en de mogelijkheden daartoe. We zien de komst van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence. Ah, en daar zitten toch wel dingen in, um, hè, die denk ik wel de komende 10, 15 jaar uh, gaan vormen: hoe wij de landmacht uh, moeten gaan inrichten en waar ook andere landen, andere bondgenoten binnen de NAVO naartoe gaan. Maar je noemt de Chinezen, de Chinezen en de Russen, <coughs> um, je kunt ook de Amerikanen noemen. Um, als ik kijk naar, uh, als, als ik kijk naar een soort van belangrijke ontwikkelingen, is het een soort van comprimeren van de verschillende niveaus van oorlogvoering. Daar praten we al een tijd over. Um, maar de laatste twee jaar zien we ook een concept opkomen dat wordt genoemd Multi-Domain Warfare. Ja. Is dat ook iets dat jij ziet en in, in welke zin is dat, uh, is dat belangrijk? Nou, Multi-Domain Operations is uh, vooral belangrijk omdat we daar praten over standoff. Eigenlijk een soort power projection. Hè. Hoe, hoe kan ik eigenlijk jou slaan terwijl. Jij mij niet kan slaan omdat ik mezelf heel erg goed bescherm. Uh, en dat over hele lange afstanden. Um, uh, en dat kan dus met een cyberwapen, wat natuurlijk helemaal niet uh, gebonden is aan afstanden. Maar dat kan ook met lange afstandsraketten. Um, oh, en dat... eigenlijk creëren ze daarmee een soort van bubbel. Jij kan niet in die bubbel komen, maar zij kunnen met die bubbel, binnen die bubbel kunnen ze jou, jou wel slaan. En daarmee kun je. Uh, machtspolitiek bedrijven. Okay. En, dat, en dat zien we heel erg sterk gebeuren bij Rusland en China. Maar nu heb je het heel over A2AD, right? Maar het, ja. ge, het ging mij om, 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 om dat concept van uh, multidomein oorlogsvoering, multidomein operaties. Ja, en multidomein wil eigenlijk zeggen dat um, hè, als landmacht alleen win je het niet meer. Je hebt ook lucht nodig, je hebt zee nodig, je hebt Space nodig, cyberspace. En al die domeinen samen die vormen um, die, die moeten samen tot een bepaald effect. Oh. Gebracht. En dat is multidomein. En space en cyber zijn er natuurlijk bijgekomen. Maar in zekere zin is dat ook weer niet zo anders... dan hoe oorlog pakweg 80 jaar geleden gevoerd Dus wat is er dan nu kwalitatief verschillend ten opzichte nou, wat, van vroeger? Eh, wat de Amerikanen gingen vroeger uit... en daarmee hebben ze ook natuurlijk de golfoorlog gewonnen... Eh, van de Air-Land Battle. Uh, en er werd er, opeenvolgend werden er een aantal zaken geregeld. Bijvoorbeeld uh, luchtoverwicht. We mm. creëerden eerst luchtoverwicht... en daarna konden de grondtroepen konden makkelijk verplaatsen. Ja. Uh, tegenwoordig kan dat niet meer. Je kan, niet, ja, je kan plaatselijk en tijdelijk zo'n bubbel, zo'n A2 AD-bubbel doorbreken. Um, maar um, uh, omdat de afstanden veel groter worden waarover ze kunnen gaan slaan, kan in één keer vanuit een heel ander theater kun je alsnog worden geraakt. Mm -hmm. Dus het is niet meer dat hele volg tijdelijk is er vanaf. Het is nu continu. Continu en gelijktijdig. Um, dus je windows of superioriteit, zoals ze dat noemen, ja, die, die in... zijn heel erg klein geworden. Um, en uh, wat ook een uh, groot verschil is, is dat we tegenwoordig uh, technieken aan het ontwikkelen zijn die het te managen maken. He, de Air-Land zoals die vroeger was, daar waren heel veel deconflictie, uh, zat daar natuurlijk in. Want he, als je met grote formaties gaat vechten, um, he, dan zijn er ook heel veel factoren van invloed die allemaal invloed hebben op die operatie. Mm -hmm. uh, dus dat werd heel strak geregisseerd en heel ja. strak gecontroleerd. Ja. Um, in de toekomst. Kun je je voorstellen dat met drones, um, met uh, vliegtuigen, maar ook vanuit cyber, vanuit allerlei hoeken en gaten, uh, kunnen onderdelen in dat luchtruim en op dat gevechtsveld aanwezig zijn en een invloed op hebben? Wat die... voor een normaal mens eigenlijk niet meer te managen is. En daarvoor heb je bijvoorbeeld artificial intelligence nodig om dat in de toekomst te gaan managen. Ja. He, met met hyper-aware, hyper-crowded. Uh, hyperfast, en dat zijn wel een beetje de buzzwords op dit moment... die een klein beetje kunnen voorspellen hoe het er in 2035 eruit gaat zien. Oké, okay, maar nou, ja, en hoe, in, in welke zin is multidomein anders dan wat we, wat we joint noemen? Um, nou, cyber en cyberspace is er sowieso bij. Um, he, dat zijn twee nieuwe, he, vooral space is iets wat Amerika op dit moment... He, misschien heb je Trump wel gehoord met zijn uh, space soldiers... He, dat, is, dat zijn ze echt aan het ontwikkelen. En dat is wel een nieuw domein wat erbij komt. Ja, dat zijn nieuwe domeinen. Maar ik denk ja. ook dat, dat multidomein eigenlijk. En ook als ik je goed beluister. gaat om het soort van uh, naadloos integreren. van verschillende acties binnen die verschillende domeinen. Exact. Ja, en die kunnen vanuit allerlei hoeken en gaten komen. En he, wat we voorheen hadden. was een heel georganiseerd geversveld. He, binnen een hiërarchische lijn. Mm -hmm. he, je beschikte als brigade over je eigen vuursteun. Mm -hmm. Maar waar ze in de toekomst naartoe worden. met multidomein. is eigenlijk de beste sensor naar de beste shooter brengen. ongeacht waar die shooter zich Bevindt. Kan dus ook uit een heel ander theater komen. Okay. Um, okay. En, en dat is de grote uitdaging um, van nu: hoe gaan we dat, in, hoe gaan we dat managen? Yeah. Hoe gaan we die grote afstanden managen? Hoe gaan we die enorme informatieoverload managen? Nou, en, dat, en dat kan niet meer zonder artificial intelligence of uh, andersoortige systemen. Oké, okay, laten we even kijken naar je. Je schrijft een operationeel kader van de landmacht. Uh, dat mede, je, ja, mede. Je, ja. je draagt bij. En ja, ja. ja. uh, dat neem ik aan. Vormt ook een input voor de defensie nota uit 2020, die een visie gaat neerzetten op Defensie 2035. Klopt dat? Ja, het is iets uh, ingewikkelder verlopen hoor. Want uh, we zijn begonnen inderdaad hè, met, een, met een operationeel kader, omdat wij wel zagen van hey, we hebben iets overkoepelends nodig als landmacht. Um, hey, om te kijken van waar het gaat het operationeel naartoe. Nou, mm -hmm. uh, Celas, commandant de landsekrachten, die heeft aangegeven van nou, hij wil eerst een wat algemenere... Tijdlozere visie schrijven, dus we zijn toen begonnen hè, met het schrijven van de visie, ja. hè, misschien wel bekend bij uh, luisteraars. Um, Veiligheid is vooruitzien. Dat is hem, ja. En um, hè, daarin staan natuurlijk een aantal ontwikkellijnen. Mm -hmm. Um, en nu zijn we aan het kijken eigenlijk hoe we die ontwikkellijnen wat concreter kunnen maken. En daarvoor hebben we uh, ook een document uh, opgesteld. Uh, uh, wat ook richting de Defensie-nota uh, uh, mogelijk van invloed kan zijn. Vraag even, de nou, vier ontwikkellijnen, die moeten we nog even, die, die moeten we even bijhalen. Dat zijn? De vier ontwikkellijnen zijn het vergroten van het adaptief vermogen. Uh, we willen meer samenwerken en intensiveren van uh, de samenwerking met internationale partners en nationale partners. We willen de mens en technologie, die verbinding daartussen, willen versterken. Ja. En we willen, en daar komt eigenlijk ook dat multidomein naar voren, beter worden over langere afstanden. Het gevecht over langere afstanden en het gevecht in verstedigd Oké, okay. goed, ga door met je verhaal. Je hebt het over de visie en van da daaronder komt dan een operationeel kader te hangen. Uh, ja, want we moeten uiteindelijk, hè, de visie is tijdloos, um, hè, die moeten we toch gaan concretiseren. Mm -hmm. um, nou, en dan is het dus zaak, waar willen we in gaan investeren de komende jaren? Nou, daarvoor zijn ook al tussendocumenten verschenen inmiddels. Um, uh, zijn we in gesprek met uh, de mensen die op dit moment ook de defensienoten gaan schrijven. Uh, dat zijn al, alle opkozen, hoor. dus niet alleen maar de landmacht. Mm -hmm. um, en op die manier proberen we eigenlijk die vier ontwikkelingen die ik net heb opgenoemd, proberen we verder te concretiseren. Okay. Kun jij ons um, drie thema's noemen daarbinnen die, die met name jou of jullie aandacht hebben? Dat nou, is vooral informatie gestuurd optreden, uh, maar ook vuurversterking op land. Um, uh, en we willen toe naar een flex force concept. Oké, okay. nou laten we even één voor één... Nemen. Informatie gestuurd optreden. Deze, ja. deze term ken ik al jaren, maar wat, wat betekent dat precies? Hier? Nou, Misschien mooi om dat even in dat uh, multidomein te plaatsen. Als wij de beste sensor naar de beste shooter willen brengen, moeten mm. we gewoon zorgen dat ze met elkaar kunnen praten. En daarvoor heb je een netwerk nodig. Hè? En dat netwerk dat wordt in de toekomst misschien wel een, 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 ja, een mission critical asset, om het maar in het Engels uit te drukken. Um, uh, want dat netwerk, daar gaat dan een hoop van afhangen. En, uh, he, dat, maar dat netwerk is meer dan alleen maar de beste sensor en de beste shooter. Het is ook zorgen dat je je ondersteuning uh, qua uh, logistiek, uh, qua onderhoud uh, zo goed mogelijk kunnen regelen. Uh, je kan regelen. Je kunt je voorstellen dat in de toekomst een gero auto auto zelf een statusupdate geeft van zijn eigen systemen. Dat stuurt naar een logistiek centrum mm -hmm. om uiteindelijk daar weer een bepaalde uh, onderhouds. Ciclisch op een op, zieke uh, het ja. op gang te brengen. Ja, ja. maar uh, hier leg je heel erg het accent op techniek. Maar ik neem aan dat het ook allemaal menselijke implicaties heeft. En ook voor de militairen ja, zelf. Dus, hoe je moet een, opereren, ja. hoe je met elkaar, hoe je bevelvoering ja. moet doen. Ja, hé, ik denk um, dat, hè, dat, wat ik net zei, ik denk dat we goed kunnen voorstellen als je wilt. Uh, misschien hebben mensen dat wel gezien een keer, uh, zo'n wedstrijd met van die drones. Dat je drones dat laat zien dat heel snel vliegen. Ja. Dat gaat super, super snel. Nou, uh, stel je dan nou voor een hele zwerm van die dingen. En stel je dan voor uh, over honderden kilometers. Um, met ook nog raketten die rondvliegen, met ook nog uh, vliegtuigen die rondvliegen, uh, gerobotiseerde uh, auto's die over de grond rijden. En dan heb je denk ik een beetje een beeld van hoe het er in 2035 mogelijk uit zou kunnen zien. Nou, om dat allemaal te kunnen managen, heb je dus een netwerk nodig. Hè? Je moet een gezamenlijk uh, beeld kunnen creëren. Hè? Nou, ja, het liefste 3D. Uh, hè? Waarop dat allemaal uh, in synergie met elkaar verloopt. Okay. Um, nou, en dat, en dat is. Vreselijk ingewikkeld. En, maar het eerste wat we daarvoor nodig hebben is überhaupt het creëren van zo'n netwerk: dat je met elkaar kan praten, dat je data kan verwerken, um, dat je die data ook kan analyseren. Misschien wel behulp met algoritmes en uh, artificial intelligence. Ja, daar zijn we nog echt aan de kinderschoenen. Hmm. Oké, okay. tweede is, je had het over meer standoff capaciteit. Ja. Wat, bedoel, wat betekent dat precies? Waar, waar nou, gaat Dat het hier is de vraag tekenen? of wij als landmacht, als Nederland dat zelf moeten hebben of dat we dat gaan doen slim met samenwerken met internationale partners. Um, Nederland is te klein om bijvoorbeeld in al die domeinen van uh, multidomein operations, zeg maar, een effect te kunnen brengen. He? Bijvoorbeeld Space, maar daar moet je echt een hele grote partner zoals Amerika voor hebben. Maar ook Duitsland gaat fors investeren. Um, en eigenlijk wat de Amerikanen aan het doen zijn, die zijn van hun ja, de hele sterke brigades, die waren heel erg nuttig in de Airland Battle, die waren heel erg nuttig tijdens expeditionaire missies. Mm -hmm. Maar die zijn veel minder nuttig als het gaat om stand-off capaciteit, grote raketsystemen die over veel langere afstanden okay. uh, kunnen schieten. Want dan is je planningshorizon groter, de, je theater waarin je opereert is groter. Dus de Amerikanen die gaan veel meer terug naar divisies, naar core, tierter. Ja. Uh, middelen die het gevecht gaan ondersteunen. Maar en, en, kijk, je ja. hebt stand-off en je hebt stand-off. Want ja. ik bedoel, je, je, je kan het over ICBM's hebben, right? Ja. Maar als je kijkt naar de oorlog in Oost-Oekraïne... is volgens mij een van de lessen die daar in elk geval uit getrokken worden... is dat uh, ouderwetse artillerie die ja. over... Enkele kilometers tot tientallen kilometers kan schieten, ook een asset kunnen zijn. Jazeker, ja. En eigenlijk wat, um, hè, wat de Amerikanen zeggen is: um, dat verdwijnt niet. Alleen het eerste wat je moet doen is die A2AD-bubbel doorbreken. Hm. Je moet eerst zorgen dat je er überhaupt kan komen met dat soort systemen. Ja. En als je daar dan bent. Dan kun je met diezelfde systemen in effect brengen. En mind you, ook de artillerie gaat over 70, 80, 90 kilometer nee. kunnen schieten in de toekomst. En dat noemen we ook standoff. En dat is ook stand-off. En als we kijken dus naar dat operationeel kader en een van ja. de thema's die je benoemt, die standoff-capaciteit hebt, moeten we dan daaraan denken? Uh, dat is een onderdeel daarvan. Ja. ja, het is wel de vraag of wij daar zelf in gaan investeren. Ik heb wel begrepen dat staan inmiddels wel weer plannen voor terugbrengen van raketartillerie. Maar welke raketartillerie is dat dan? En, en je moet het ook zo zien, het is altijd gekoppeld aan een sensor in de, in de diepte. Mm. Want ik moet het wel kunnen zien wat ik ga uitschakelen. Right. Dus um, dat heeft implicaties ja. wat voor Special Forces? Special Forces, dat heeft de, hè, voor, uh, voor drones, zijn, voor ja. uh, loitering ammunition, voor uh, nou ja, heel veel ontwikkelingen die eigenlijk jou kunnen laten zien over een grote afstand. Die jou kunnen laten slaan over een grote afstand. En het netwerk, dat informatie stuurt optreden, wat het met elkaar verbindt. Ja. Oké, okay, het derde thema, het, het, het flex-force-concept. Ja. Ja. Leg uit. Nou, Even helemaal los van de, van de tactiek, uh, zitten we gewoon met demografische ontwikkelingen. Er komen steeds minder schoolverlaters. Dus wij moeten als landmacht, uh, moeten wij veel slimmer onze uh, landmacht uh, inrichten. En dat betekent dat wij als beroepsleger niet per se een heel groot beroepsleger moeten willen zijn. Um, he, dus niet meer terug naar die grote legers die we hadden in de Koude Oorlog. Ik geloof mm. dat Nederland ooit een keertje duizend tanks heeft gehad. Mm. Nou, Normaal groot aantal. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat niet meer gebeuren. Um, maar we willen wel in tijden van crisis kunnen opschalen. Um, en hoe gaan we dat dan doen? En dat, ook dat staat nog in de kinderschoenen. Maar waar en, denk je dan aan, een soort van Israëlisch model? Uh, dat kan van alles zijn. Waarin mensen ja. twee, drie jaar getraind hebben en ja. later gewoon opgeroepen kunnen ja. worden in crisis? Dus ja, bijvoorbeeld, uh, er zijn vele benchmarks. Hè. Noorwegen heeft ook zo'n concept. Die kunnen hun leger vijf keer zo groot maken met uh, de, de lokale milities die wow. ze hebben. Um, Duitsland is ermee aan het flirten. Um, ja, en hoe dat, eigenlijk wat we gewoon graag willen is een grotere wisselwerking tussen de civiele, uh, de civiele wereld en de militaire wereld. Sowieso met kennis. Uh, mm -hmm. Die hebben we heel veel kunnen profiteren van elkaars kennis. Ja. Maar ook, um, hey, je kan het ook bijvoorbeeld bedenken van we betalen een bedrijf een bepaald bedrag. En uh, dan zeggen we, in tijden van crisis hebben we 20% van jouw uh, vrachtwagenpark Aansens. nodig. Ja. Daar wil je wel zeker van zijn dat je die uh, daar naartoe gaat. Ja, toe Exact. Hè? Of, of collega's die uit dienst gaan, maar wel bijvoorbeeld op een, op een ingewikkeld pansvoertuig. Uh, kunnen rijden of kunnen schieten. Ja, ja, Dat je die bijvoorbeeld voor vijf jaar nog uh, met een bepaald contract uh, oproepbaar houdt. Mooi. Ja. Oké, okay, je noemt nu vooral een soort van inputfactoren, right? Dus het, uh, je, zodat je toegang houdt tot voldoende manschappen of vrouwschap, ja. als ik het woord mag. Ja. Maar er is toch ook een soort van eigenlijk ook een strategisch rationaal daar. Het kan toch ook de effectiviteit in theater. Uh, uh, verhogen? Absoluut, absoluut. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je te kunnen verplaatsen in andere culturen door ook gewoon verschillende culturen in je eigen organisatie te hebben. Ja. Ja, wij zitten als landmacht, en dat is het unieke van de landmacht, wij zitten altijd tussen mensen. Ja, wij zitten niet hoog boven in de lucht, wij zitten niet op water, wij zitten tussen de mensen. Wij kijken die mensen in de ogen, we ervaren hun angst, hun pijn, hun verdriet, maar ook hun blijdschap. Mm -hmm. Um, en dat is denk ik wel een hele belangrijke uh, uh, unieke eigenschap voor de landmacht. En ik denk dat we dat ook moeten koesteren. En dat betekent ook dat je moet zorgen dat je eigen organisatie ook zo divers mogelijk is. Ja, mooi. Oké. Okay. Ja. Um, operationeel kader. Drie belangrijke thema's heb je nu uh, benoemd: informatiegezuurd optreden. Meer stand-off capaciteit, in welke vorm uh, ja. dat dan ook komt. En een Flex Force concept, waar jullie nu de contouren van aan het, uh, aan het schetsen zijn. Um, Even nadenken, wat betekent dat dan voor de landmacht? Wat, wat moet de landmacht soort van anders doen dan de landmacht vandaag doet om ja. daar te komen de komende jaren ja. en met een stip op de horizon, laten we zeggen over tien jaar? Ik denk persoonlijk dat, um, dat we, um, nou, we moeten sowieso weer gaan nadenken over een groeiscenario. Um, ik, dat zeg ik heel erg raar, maar na jaren van afbraak en Eigenlijk jaren van bezuinigingen zijn we vooral gewend geraakt aan krimpscenario's. Mm -hmm. Dus we moeten weer in al onze processen leren te groeien. Leren groter denk denken. Leren groter te denken, ja. ja. Um, uh, we moeten niet incrementeel af of opbouwen wat we incrementeel hebben afgebroken. Ja. Dus we moeten eigenlijk die stip aan de verre horizon zetten. En Ook al kunnen we dat nu niet allemaal betalen. En het duurt het nog even voordat we die spullen hebben. denk Ik wel dat het heel belangrijk is om die stip aan de horizon te zetten. Um, zodat dan alles, elke stappen tot groei daar binnen dat systeem passen. En daar zijn we nog niet helemaal uit hoor, wat die stip dan moet zijn. Hè? We hebben natuurlijk wel die ontwikkellijnen uit de visie, hè? die geven richting. Uh, we hebben dat nu iets geconcretiseerd met uh, die investeringsgebieden die ik net opnoemde. Mm -hmm. Maar daar zijn we nog niet mee klaar. Uh, daar gaan we nog maar aan verder werken. Um, belangrijk is denk ik ook dat wij als uh, landmacht uh, onze processen wat tegen het licht gaan houden. Je kan je voorstellen dat we nog niet helemaal weten hoe artificial intelligence in de toekomst voor baanbrekende technologie gaat zijn. Mm -hmm. Maar als het er is, wil je het wel snel kunnen invoeren. Ja. En onze huidige materieelprojecten ja, duren soms wel tien jaar. Um, met weinig dus, flexibiliteit. Hè? Ja. Dus ook in onze verwervingsstrategie... Je moet onze... versnellen. Je moet dat kunnen versnellen, ja. En daar zijn mogelijkheden voor. Hoor. Um, hè, bijvoorbeeld bij nieuw materieel zou je kunnen... Hè, dan zijn we binnen de NAVO aan het denken over... Hè, je hebt een stuk staal, hè, dat... Uh... Mm -hmm. Dat, dat is misschien wel 50, 60 jaar in gebruik. Hè? Als we de Leopard-Tank straks uitforceren in 2035, dan heeft die 60 jaar lang heeft dat platform heeft bestaan. Maar de techniek erop is natuurlijk heel erg veranderd. Hè? De optiek is beter geworden, de, de radio's zijn beter geworden. En eigenlijk wil je zorgen dat die datalaag op zo'n voertuig veel sneller is te updaten dan gewoon het stuk staal. Ja. Hè? En dat noemen we NATO-generic vehicle architecture. Mm -hmm. NATO zegt het al, hè? binnen de NAVO willen we daar standaardisatie voor afspreken, zodat we ook veel interoperabeler worden met internationale partners. Ja. En op die manier proberen we toch die flexibiliteit erin te krijgen. Nou, dat gaat met twee stapjes vooruit, soms eentje naar achteren. Okay. Ja. Dus uh, groots denken, durven dromen. Ja, um, denk ik wel. Ja. Uh, flexibel plannen, om het zo te zeggen, of modulair plannen. Ja, uh, omgaan waarbij, met onzekerheid. Omgaan met onzekerheid. Ja. Um, en, en wat ga jij nou anders doen, Sander? Om, om dat te realiseren? <laughs> uh, nou goed, ik sta nog redelijk aan het begin van mijn carrière hoor. Dus uh, hè, zoals het altijd uh, werkt het ook waar je zit en waar je invloed hebt. Uh, maar ik merk nu hè, gewoon, nee, ik ben uh, majoor. Maar ik, als ik kijk wat voor invloed ik nu al kan hebben binnen de afdeling Strategie en Plannen. Hè, um, um, dan is dat heel leuk. En uh, ik heb eigenlijk de afgelopen 15 jaar heb ik ook veel van die bezuinigingen meegekregen op de werkvloer... door mm. daar middenin te zitten. En nu dan op een afdeling te zitten waar we weer echt kunnen gaan bouwen. Dat is leuk. Ja, daar krijg ik heel veel energie van. vind ik ja. dat ja. leuk. Ja. Ja. Nou hey, ja. Sander, heel leuk dat je hier was. Dank ja. je voor je interessante verhaal. En um, veel succes ermee. Dank je wel. Graag gedaan. En voor onze luisteraars, zie ook onze website, hcs6.nl. Hier vind je links naar informatie over onderwerpen... waar Sander en ik vandaag over spraken. Met onder meer een video over multidomein operaties. Over twee weken spreek ik met Rob Morsink, een Afghanistan-veteraan, over het opleiden van landmachters van de toekomst. Tot de volgende keer.